Yo kijkers van Dus David Games, welkom terug bij meer Minecraft Survival met mij, met Lars. We gaan verder hier in deze grot die ik de vorige keer ontdekt heb. Ik was op zoek naar ijzer en toen kwam ik op een gegeven moment heel toevallig deze, ja wat is het eigenlijk, hoe heet dit ook alweer, een mineshaft tegen. En dat vond ik wel interessant om te gaan verkennen en zo, want ik weet dat er in Minecraft, in dit soort tunnels, behoorlijk veel interessante dingen liggen. En dat vond ik wel handig, want ik probeer ze alles legit te doen hier. En waarom gaat die lava niet weg? Hij gaat wel weg. Maar het duurt alleen zo lang. Ik vond het wel weer eens leuk om een survival serie te gaan doen. En waarom gaat die lava niet weg? Ga weg, lava. Dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan, want ik ben namelijk overal admin en weet ik veel wat voor andere hoge rangen. En dan krijg je altijd zo'n game mode bij. En dat is voor mij zo verleidelijk. En dan ga ik cheaten en dat verpest eigenlijk het hele Minecraft idee. Dus vandaar, ik ga hier een lekkere survival weekend... Survival serie ga ik doen. Dat was het. En daar heb ik ondertussen al 2 afleveringen van achter de rug. Wat gaan we deze aflevering doen? Wat zullen we als doel nemen? Laten we dat eens even bedenken voor onszelf. Laten wij als doel hebben om diamant te vinden. Ja, dat is het doel. De vorige keer heb ik namelijk ijzer gevonden. En dan wil ik deze keer nog een stapje hoger en ik wil gewoon diamant vinden. Dat gaat mijn doel worden voor deze aflevering. Dat lijkt mij een goed plan. En ik zit hier diep genoeg, dus als het goed is moeten hier gewoon diamanten liggen. En dan is het gewoon een kwestie van hakken, hakken, hakken. En hopen dat je diamant tegenkomt. Dat is het hele verhaal zo'n beetje. En ondertussen moet je natuurlijk ook de boel verlichten, anders staat er zometeen weer een zombie in je nek te hijgen. En ik haat die krengen. En skeletten haat ik nog veel meer en creepers helemaal. Want die blazen me natuurlijk weer geheid op. En dan moet ik huilen en dan veel tranen en veel bloed en alles. Dat kan de bedoeling niet zijn van zo'n survival serie. Survival serie zegt het al, het is de bedoeling dat je survivalt, dus dat je overleeft. En ik ben tot nu toe heel aardig bezig, dacht ik zelf. Even nog een lampje erbij. Niet daar, dan moet ik jou toch zo weer weghakken. Dat is toch helemaal niet handig. Mijn stenen, juist, dat wou ik net zeggen. Mijn stenen tools gaan er ondertussen ook al bijna aan. En dan gaan we maar verder met de iron tools. Wat? Huh? Oh, server was aan het opslaan. Wat is dit nou weer? Is dit lag of zo? Clouded dirt of... Hoe heet dat? Waarom overal lag? Hier word ik verdrietig van, jongens. Ik betaal niet voor deze server om te laggen. Als ik een server wil hebben die lagt, dan betaal ik wel 5 euro of zo. Dan verwacht ik een server die lagt. Maar niet voor dit soort prijzen. Dan verwacht ik geen server die lagt. Alweer kool. Ik wil geen kool, ik wil diamant. En veel ook. Het liefst een stuk of 50. Dat zal wel weer niet gebeuren. Mijn geluk kennende. Ik hoop zo meteen nog ergens diamant tegen het lijf te lopen. Dan kan ik weer een diamond pickaxe maken. En dat maakt mijn overlevingstocht toch net even een klein beetje handiger. Een beetje makkelijker voor mezelf. Want ik ben ontzettend lui met Minecraft. Stil eens. Wat is dat? Ik hoor enge geluiden. Er zijn toch geen spoken die achter me aan zitten? Nee, daar is het licht zat. Je zou zeggen dat hier niks moet komen spawnen. Nou, dan zeg ik dat wel, maar de vorige aflevering had ik ook in één keer zo'n spanner voor mijn neus. Met een mazzel had ik daarbij dat het dat er lava bij lag, dus dat er eigenlijk niks spande, omdat het te licht was. Die mazzel had ik dan weer. Mag ik ook eens een keertje mazzel hebben? Alsjeblieft, please. Allemaal dirt. Ik wil geen dirt. Ik wil diamond. Begint allebei met D. Yo, kijk eens even. Hallo, diamantjes. Oeh. Het glimt. Laat ik eens even niet zo hebberig zijn en er gewoon eens een keer omheen hakken. Anders dan weet ik het wel weer. Dan ben ik zo meteen aan het hakken en dan dondert het allemaal in de lava. En dan ben ik het kwijt en dan moet ik weer huilen. Zo kinderachtig ben ik wel. Het zal me niet de eerste keer zijn dat ik diamant vind en dat het daarna gewoon huppetij plons de lava invalt. Zo, laten we er eens een beetje licht bij zetten, zodat we... Oeh, kijk, het is even shinen. 1, 2, 3, 4, 5. Hatskide, geeft u maar. Diamantjes. Kom maar, heb ik te veel zooi bij me zeker? Nou, dan hoef ik die veren niet te hebben. En die kobbel hoef ik ook niet. Ik wil diamanten, juist, dat wou ik. Hupkee. Heb ik natuurlijk te weinig hout bij me om diamond pickaxes te maken. Sta je ook altijd zien, moet ik weer helemaal terug. Ja, trollololo, Mountain of Snow. Dat is toch helemaal niet leuk, man. Leef eens een beetje met me mee.
Ik ben helemaal deze grot ingegaan om Diamond te vinden. Heb ik eindelijk Diamond, kan ik er niks mee. Ah, nou dat zeg ik toch, dat ik eindelijk diamant gevonden heb en dat ik er niks mee kan. Jammer dat hij dood is. Nee, ik ben niet dood. Helemaal niet. Waarom zou ik dood zijn? Ik ga er niet zomaar dood. Was hier de ingang? Daar is wel een tunnel. Die ga ik zo meteen ook nog even in. Maar ik weet er haast wel zeker dat ik hier ergens... Ja, kijk daar. He. Ik wist het moest ergens staan. Zo'n tafeltje. En poem poem. Dat moet natuurlijk andersom, Lars. Dat moet daar. Jij moet daar. En ik heb nog wel twee stokjes. Gelukkig. Hup, hup, toem. En die mag wel weg. Kunnen we meteen even deze kist helemaal volgooien met zooi. Die hoef ik niet, die hoef ik niet. Pumpkin seeds hoef ik ook niet. Gravel hoef ik niet. Kobbel heb ik ook genoeg. Gunpowder, ja, wat heb ik eraan? Mushrooms. Wheat, dat kan ik wel gebruiken. Even wat eten maken. Even wat eten maken. Anders krijg ik zo meteen honger. Honger. Dan ga ik weer dood en dan moet ik weer huilen. En dan sterf ik in een grot van de honger. Zo kan Minecraft niet bedoeld zijn. Dat je sterft in een grot van de honger. Zo. Nou, komt er maar weer bij. Krijg ik er weer gezondheid bij. Yes. Nice. Dan gaan we nu die verlaten gang in. Gewoon om te kijken wat er is. Kan ik hier ook nog veilig doorheen komen, jongens? Of gaat dat gepaard met veel sterven van mij? Nee! Oh, zo! Nee! 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 Oh, nee! Jongens, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Oh. Mountain Snow. Waarom nou Mountain Snow? Lach me eens even niet uit. Het is toch helemaal niet netjes. Back. Anders vind ik het nooit meer terug. Punk, punk, punk. Waarom gaat het nou in één keer deze kant op stromen? Ik zou toch zeggen, dat hoort niet zomaar. Wat nou, stroomt het wel gewoon netjes. Ben je ook aan het survivalen? Jup, serie voor DDG. Tegen de tijd dat ik dit vertel, weet hij helemaal nog niet dat er een server of een serie van Minecraft voor DDG... Donker! Van Minecraft op DDG aankomt van ondergetekende. Dus bij deze, de eerste primeur gaat naar Mountain Snow. Maar dat weten jullie ondertussen wel dat ik een server, als een serie ga doen. Want jullie kijken hem al 3 afleveringen lang. Als het een beetje mee zit. Even kijken, ik had ook wel een axe bij me. Zo, en dan hak! Ik wil ook goud. Goud en diamantjes. Ik word nog eens de King of Bling. Zo noemen ze mij ook wel. De King of Minecraft Bling. Bloep. Ik vind het toch echt helemaal niks, dat gravel. Wie dat gravel heeft bedacht, schop hem alsjeblieft heel gauw de Minecraft crew uit. Want het is nog meer goud. Zie je wel, ik ben gewoon echt de King of Bling. De King of Bling, dat ben ik. Geef maar. Dank u. Zo. En nog meer... Uh-oh. Uh-oh. Ik hoor dingen die ik niet wil horen. Ik zit er vast daarboven, hè? Hup. Dan ga ik het even dichtstoppen. Zo. Wat was dat? Kan er wat naar beneden vallen of niet? Ik hoop het toch niet. Als ik ergens niet van hou, dan is... Oh, help. Waar is mijn zwaard? Daar is mijn... Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Laat je gewoon zien, pussy. Ben jij nou een pussy spin of ben je een echte spin? Laat je dan zien, lafaard. Uh-oh. Ik denk dat ik hier de lafaard ben. Ik ben de grootste Minecraft lafaard van allemaal. Weet je wat we gaan doen? We gaan er hier een eind aan breien. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we hier naar boven. Geen idee wat hier te vinden is. Dat zien we gauw genoeg. Namelijk de volgende keer. Kijkers van Dus David Games, vergeten jullie geen groen duimpje achter te laten. Het is ontzettend belangrijk voor dit kanaal, jongens. Dus doe dat alsjeblieft. Ik ben helemaal niet te beroerd om ervoor te smeken. Vind ik helemaal niet erg. Ik ga dat helemaal gewoon doen. Ik smeek jullie alsjeblieft, groen duimpje. Please. Ah. En dan zie ik jullie de volgende keer heel graag terug bij meer Minecraft hier tijdens de Minecraft Week op Dus David Games. Mazzel!